frisbee kennen we wel, waarbij we het stuk speelgoed van de ene persoon naar de andere gooien. Het wordt pas echt interessant als je in groep tegen elkaar speelt, want frisbee is wel degelijk ook een sport. Top Team Zuid-Europa zakte afgelopen weekend af naar Sint-Kruis voor het EUCF-kampioenschap, een prestigieus Europees toernooi binnen de frisbeesport. Voor aanvang van een match heeft elk team zo zijn eigen voorbereidingsrituelen. Zelfs de danspasjes van Usain Bolt zien we hier terug. Frisbee wordt gespeeld 7 tegen 7. Het is de bedoeling de frisbee in de eindzone van de tegenstander te vangen. Lopen met de frisbee is niet toegestaan en je mag hem maximaal 10 seconden vasthouden. De sport is vooral in Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk populair. Tussen al dat internationaal geweld heeft ook één Belgisch team zich weten te plaatsen. Zientel Gent hier in het zwart speelt zijn openingsmatch tegen Friselis Versailles uit Frankrijk. Ze zullen hun eerste match met 14-16 winnen. De eindoverwinning zal uiteindelijk naar Flying Angels Bern gaan. Zij kloppen het Londense Clapham Ultimate met 16-15. Zientel Gent zal knap 11e worden op 24 deelnemers. Bij de vrouwen gaat de overwinning naar IJs Nylonde door de Wuchikas München te kloppen in de finale met 15-12.